Op 25 mei gaan nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen toenadering tot elkaar zoeken, om een werkelijke eenheid te vormen. Sinds de slavernij heerst er een verdeeldheid bij de groep dat tot de dag van vandaag nog steeds te merken is, geven Ronnie Brunswijk en Gregory Rusland aan. Zij hebben het initiatief genomen om de broodnodige eenheid tussen de verschillende groepen van nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen waar te maken. De proclamatie van de eenheidsbeweging zal plaatsvinden te Mapane in Para, delen de initiatiefnemers vandaag tijdens een persconferentie in Grundiari mee, Rusland, voorzitter van de NPS en Brunswijk. Voorzitter van ABOP, benadrukken dat dit vooralsnog niets met de politiek te maken heeft, het is ook niet in etnische zet, geven ze aan. Maar een manier om de ontwikkeling van de groep op gang te kunnen brengen, sinds de slavernij zijn er problemen geweest, geven Rusland en Brunswijk in het Surinaams en Aucaans aan. Groepen zijn weggelopen van de plantages, anderen zijn gebleven, er zijn gevechten tussen ze geweest waarbij er doden zijn gevallen. Daarnaast hebben de kolonisators andere slaven ingezet om te jagen op de weggelopen slaven, er is veel bloed gevloeid, er is later vrede gekomen met de kolonisators en de Marons. Maar niet tussen ons, tot de dag van vandaag merken we de oneenigheid en de gevolgen daarvan, pas als we ons vrij hebben gemaakt van de dingen die we elkaar hebben aangedaan. Wanneer we elkaar hebben vergeven en eindelijk een eenheid kunnen vormen, kunnen wij meedoen met de andere groepen in het land, elke groep heeft zijn problemen en uitdagingen. Wij hebben de eenheid nodig, eenheid en saamhorigheid van alle Surinamers is de basis voor de ontwikkeling van het hele land, Wogo CKA Pikadu, benadrukt Brunswijk nog eens. Het maakt niet uit aan welke politieke partij de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen zijn verbonden, voegt Rusland toe. Er worden tientallen bussen ter beschikking gesteld die de mensen vanuit Mungo en Grundiari gaan vervoeren naar de plek, alle relevante groepen, cultureel en maatschappelijk. Zullen door de organisatie uitgenodigd worden voor de ceremonie te Mapane, delen de initiatiefnemers mee. Of dit allemaal gaat uitmonden in een politieke samenwerking tussen de NPS en ABOP valt nog te bezien, geven de politieke leiders aan. Al ruim 3 jaren hebben ze het idee om deze grootse stap te maken, de knoop is pas recent doorgehakt, delen Brunswijk en Rusland mee. Voor hen is nu belangrijk om eenheid bij de nazaten van de tot slaaf gemaakte Afrikanen te bereiken, daarna zullen we verder zien, maar je kunt niets uitsluiten, zegt Rusland, Brunswijk merkt op. Met de NPS zijn we altijd aan speaking terms geweest, laten we dit eerst doen, daarna zien we wel.